Je merkt gewoon dat steeds meer mensen op de fiets naar hun werk gaan. En dat steeds meer mensen ook ontdekken hoe fijn dat is. Omdat je met de speed pedelec een veel groter stuk af kunt leggen, waardoor je ook grotere afstanden tussen je huis en je werk af kan leggen. Dat maakt ook dat de speed pedelec steeds populairder wordt. Fietsen is voor de provincie Utrecht heel belangrijk, omdat wij een provincie zijn die snel aan het groeien is. En we willen eigenlijk op een groene manier groeien. Fietsen is gezond voor mensen. Dat is een hele mooie manier om van je werk naar huis te gaan en andersom. En wij zitten daarom als provincie heel erg stevig in op fietsen. Nou, wij werken daar met een behoorlijk netwerk van doorfietsroutes, van regionale fietsroutes. Maar we zitten bijvoorbeeld ook in op gebruik van de speed pedelec op een goede en veilige manier. We hebben samen met de provincie Utrecht de speed pedelec planner gemaakt. Dat is heel erg fijn voor speedpedelecers, omdat je daarop kunt zien waar je wel en niet op het fietspad mag. En ook waar je lekker door kan fietsen. Die pedelec planner is heel belangrijk omdat het mensen helpt om een veilige route te vinden voor hun woon-werkverkeer. Dat is vaak een route die heel snel een beetje inslijt. Nou, als je met een gewone fiets ging, dan mag je op bepaalde routes fietsen. Maar met de speedpedelec mag dat op sommige plekken niet. Dus je moet een nieuwe route zien te vinden en daar helpt deze planner bij. Ik ga naar het provinciehuis en ik kies nu de makkelijk doorfietsenroute. En het duurt dan 6 minuten om naar het provinciehuis te komen.